De allergrootste knallen zijn te horen en te zien bij enorme professionele vuurwerkshows. Wow! Dit zijn een soort vuurwerkbommen van soms wel honderden kilo's, ook wel shells genoemd, die met buizen de lucht in worden geschoten. Dat is veilig, zolang het door experts wordt gedaan die weten hoe dat moet. Weet je dat niet, dan is het heel gevaarlijk. Het is dan ook verboden om zelf af te steken. Dat is illegaal. In vuurwerk zitten allemaal chemische stoffen samengeperst in een omhulsel, waaronder buskruid. Komt daar vuur bij, dan geeft het licht en kleur, kan het gaan fluiten of juist keihard gaan knallen. In illegaal vuurwerk wordt vaak een speciaal stofje gestopt, flitspoeder. Dat ontploft veel sneller en met veel meer kracht dan buskruid. Hoe meer flitspoeder er in het vuurwerk zit, hoe groter de knal en hoe gevaarlijker het dus is. In een cobra bijvoorbeeld zit zo'n 30 gram flitspoeder en is al best gevaarlijk. Bewaar je zoiets op je kamer, dan kan dat heel verkeerd aflopen. Een van de gevaarlijkste soorten vuurwerk dat in Nederland is gevonden is de Dambam XL. Daar zat wel 700 gram flitspoeder in. En dat knalt dus heel hard. Ander gevaarlijk vuurwerk is zelfgemaakt vuurwerk. Dat kan namelijk zomaar ontploffen wanneer je het niet verwacht. En je weet nooit precies hoe groot de ontploffing zal zijn. Zelf zoiets knutselen is dan ook hartstikke gevaarlijk. En daarom ook verboden.